Kaarsjesavond in Oudeschans, waarbij het dorp op sprookjesachtige wijze in het licht werd gezet. Na een aantal sluipwegen, want alles was afgesloten, zijn we beland in het sprookjesachtige dorpje Oudeschans. Het is hier vanavond kaarsjesavond en het is werkelijk prachtig. In alle hectiek van de prachtige, sfeervolle kaarsjesavond, zal ik maar zeggen, heb ik u eventjes uit alle gasten kunnen wegplukken. Hoe is de stand tot nu toe? Ik heb geen idee, omdat het hier continu eigenlijk binnenloopt. Maar ik denk dat we flink belangstelling hebben, dus dat is alleen maar positief. Ja, absoluut. En het is ook natuurlijk altijd heel idyllisch als je het dorp zo in het licht ziet. Hè? Dus dat is alleen maar positief. Ja. En jullie hebben hier nu een doedelzak zitten en een mevrouw die de harp bespeelde. Wat is hier allemaal nog meer te verwachten vanavond? We hebben in het dorp verschillende muzikanten. We hebben ook een verhalenvertelster. Wat wij hier hebben om een beetje in de sfeer van onze winkel te blijven, natuurlijk een doedelzakblazer. Omdat Schots, dat is natuurlijk ons Engels en Schotse dingen. En ja, voor de rest, ik zeg altijd, het dorp is al mooi in het kaarslicht. Het is altijd al mooi, maar zeker nu is het heel idyllisch. Gaat het goed met de verkoop van de gluwijn? Oh, we hebben het bijna uitverkocht. Dus zoveel bezoekers heeft u al gehad? Oh, en allemaal Duitsers. Onvoorstelbaar zoveel Duitsers te zijn. En wat is het geheim van uw recept? Geen idee. Maar dat vertelt u ook niet. Dat vertelt u ook niet, hè? Jammer. Dat moet je nooit vertellen. Maar wil je ook even naar van kijken? Dan kun je het zien. Ja. Oh, kijk eens, verse sinaasappeltjes, kruidnageltjes. Ja, niks aan gespaard, hoor. Oh, heerlijk. Ja, nou, prima. Succes. Jo, bedankt. Wie zit de assistenten? Ja, dat zijn de influisteraars. Volgens mij is dat een vloer. Ja, nou, even kijken nog eentje voor Peter. Ik mocht in de pan kijken, dus ik weet het recept. Ik proost op een mooie decembermaand voor u. Dank u wel. Proost. We lopen door het prachtige straatje met allemaal lampen en we zien hier handgemaakte kaarsen. En daar staat een meneer bij. Ik ben Rudy Drevers, ik woon hier een stukje verderop. Ja. En we hebben met elkaar alles aangelegd vanmiddag. We hebben alles, alle potjes neergezet. Hoeveel potjes zijn het? Want dat vroeg ik me net af. Ik ben begonnen vanaf de wal tot aan achteren toe. Ja. En daar staan er 150. 150. Dus ik schat dat er een 600 van die dingen staan. En hoe vaak moeten de kaarsjes nou verleggen? Nou, we hebben kaarsen voor 6 uur, dus dat gaat goed. Oh, dat gaat goed, ja, voor vandaag. We hebben die diepe vaccinelichters. Ja, wij hadden er ook weer wat van geleerd. Want zeg maar, als het gaat regenen, zijn de meeste omgekeerd. Ja. Dat vond ik ook wel een hele Nou, mooie. We hebben ze daar expres omgekeerd, omdat het daar waait. Okay. Hier waait het niet, dus dan heb je geen problemen. Maar daar verderop waait het. Ja, ja. Hoe is uw indruk tot nu toe? Goed lekker. Bezocht? Leuk, ja. Heel gezellig. Ja. De pikkenier zit helaas die zit vol. Die zit echt vol, maar dat is duidelijk. Dat... Ja. Je bedoelt alleen al voor een kopje koffie of wat warms, dan ga je naar de pikkenier. Ja, precies. En u heeft een kraampje met handgemaakte kaarsen. Wat kunt u daar iets over vertellen? Nou, ik heb 4 verschillende soorten qua kleuren. Kijk, het zijn, dit is lila, groen met geel en 4 verschillende dessins zijn het. Ja. En het zijn handgemaakte kaarsen. Ik heb ze niet zelf gemaakt, dat zei je nou wel, maar ik heb ze niet zelf gemaakt. Ik heb ze zelf gekocht. Oké, zelf gekocht. Ja. En komen ze ergens speciaal vandaan of nee, hoor, is het voor een goed doel? Het is gewoon voor onszelf. We hebben al een aantal jaren hebben we de kaarsjesavond. Ja. En de eerste keer dat we het hebben gedaan, dat was 4 jaar terug, denk ik. Ja. En toen hadden we dus een, ik woon een stukje verderop, hadden we dus een complete stal ingericht met allerlei spulletjes. En daar is eigenlijk dit van overgebleven. Okay. Dus we hebben er nog een paar. Nog andere stappen, ja.
Dag mevrouw, mag ik u even vragen wat tot nu toe uw indruk is van de kaarsjesavond in Oudeschans? Leuk. Ja, warm. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben meegenomen door iemand en ik vind het echt wel heel erg leuk, sfeervol. Ja. U bent net binnen? Of? Ja, ik kom net binnen. Ik kom net aangelopen en we werden allemaal door mensen begroet en verwelkomd. En dat is leuk. Okay. Ja, ik vind het heel erg gezellig. Het is leuk en druk en ja... Eigenlijk kan het niet beter. Ik mis wel een beetje de steentjes. Want ik dacht dat er kraampjes zouden zijn. Dus,